Well, I really don't have one because I think this house will always grow and should. It just seemed to me such a shame when we came here to find hardly anything of the past in the house. Jackie Kennedy wist precies hoe mensen naar het hoogste ambt van de vrije wereld moesten kijken. She spun this myth out of whole cloth, you know, that they had this fairy tale life. And I think she understood that the American public wanted to know that and hear that. And also it was a way to really preserve her husband's legacy. En natuurlijk als president krijg je de spotlight op. Maar het werd ons toen al duidelijk dat Jackie Kennedy in dat mythische beeld een hele grote rol speelde. Dat was echt het gezin Kennedy wat de wereld veroverde. Dik een halve eeuw na de moord op Kennedy blijft het verhaal van het echtpaar dat de wereld betoverde boeien en Hollywood inspireren. Morgen gaat de film Jackie in première. People like to believe in fairy tales. Mommy, where's Daddy? People will remember your dignity, Mrs. Kennedy. They'll remember you. De hectische week na de moord op JFK volgen we helemaal vanuit het standpunt van zijn vrouw Jackie. Een week waarin ze bijvoorbeeld volledig tegen de veiligheidseisen van de presidentiële staf ingaat. Ze eist een wandelparade, voorafgaand aan de begrafenis. Mr. Valenti, would you mind getting a message to all our funeral guests when they land? Of course. Inform them.